Welkom bij Café Weltschmerz. Ik ga vandaag in gesprek met huisarts Hans van der Linden. Hans, welkom. Jij bent huisarts. Al vele jaren ben je huisarts. En je hebt ook al een rijke ervaring als het gaat om bestuurdersfunctie. En we kennen jou vooral van jouw uitlating over de zogenaamde pharma-marketing. Pharma-marketing komt kort gezegd op neer dat het vergaande invloed van de farmaceutische industrie op het voorschrijfgedrag van artsen als het gaat om medicatie. En daar gaan we met elkaar over in gesprek. Ja. Hoe werkt dat? Wat voor mechanismen zien we daar? Wat voor verantwoordelijkheden zijn daar? En nou ja, terwijl ik me voor aan het bereiden was op ons gesprek, dacht ik, waarom noemen we het eigenlijk pharma-marketing en waarom niet pharma-lobby? Het is natuurlijk zo. Zij zijn een bedrijf met een product en voor elk product heb je marketing. En lobby is daar een onderdeel van. Ik zou zeggen dat lobby een onderdeel van marketing is en niet omgekeerd. Dus ze hebben marketing. Dat is ook best begrijpelijk. Ja, en marketing heeft eigenlijk wel een hele positieve connotatie. Hè? Dat klinkt eigenlijk nog vrij onschuldig. Maar jij probeert eigenlijk een fenomeen uit te leggen, bloot te leggen, wat vergaande gevolgen heeft voor ons dagelijks welzijn. Ja, marketing is een volledig achtenswaardige bezigheid. Als je over producten gaat. En zoals met alle achtenswaardige bezigheden kun je hem gebruiken en misbruiken. Ja, nou, we gaan eigenlijk een beetje met elkaar verkennen vandaag van waar is het gebruik en waar noemen we het misbruik. Ja. Zou je even kort kunnen schetsen welke partijen spelen nou eigenlijk een rol? Hè? Welke autoriteiten, de farmaceutische industrie zelf, wie heeft welke rol in dat mechanisme van marketing en voorschrijfgedrag? Nou, ja, dat is een kort. Ja. Nou, artsen zijn natuurlijk de belangrijkste, want die houden de voorschrijfpen vast. Uiteindelijk zijn artsen verantwoordelijk voor hun voorschrijfgedrag. En het promoten van een product, dat begint dus en eindigt dus met het beïnvloeden van artsen. Mm-hmm. Ik denk dat dat de kortste samenvatting is. Ja, dus dat zijn de twee partijen. Maar als we kijken naar wet en regelgeving, want op zich is de geneeskunde en het voorschrijven medicijn is behoorlijk gereguleerd. Wat voor partijen zitten daar vanuit de overheid ook nog tussen of boven die daar toezicht op houden? Als je begint, als je uitgaat van wat hun taak is, dat is dus de burger beschermen tegen verkeerde geneesmiddelen. Dat betekent dus dat een nieuw geneesmiddel moet voldoen aan bepaalde eisen. En dat betekent dat daar dus technische mensen, farmacologische mensen vooral, in het geding komen. Nou, dat is dan, als je bekijkt wie dat dan zijn, was dat vroeger ieder land voor zich. Mm-hmm. Amerika had een hele groot, was natuurlijk een heel groot land, dus je had een hele grote commissie, de FDA, hè, de Food and Drugs Administration. En in Europa is in het kader van de Europese samensmelting is dat nu gedelegeerd aan de EMA, de European Medicines Agency. Mm-hmm. Die zit in Londen. En die regelt dit dus voor alle landen en die heeft een grote mate van bevoegdheid. We hebben nog een kleine eigen bevoegdheid in Nederland. Die wordt dan door het CBG gedaan, de College Beoordeling Geneesmiddelen. Maar die heeft veel van haar bevoegdheden aan de EMA. En het grote probleem is dat die EMA, dat daar erg veel mensen zitten, artsen en farmacotherapeuten, die sterke binding hebben met de farmaceutische industrie, die op de P-list staan bij de industrie. Mm-hmm. En dat is dermate belangenverstrengeld dat daar hele nare dingen zijn gebeurd en nog steeds gebeuren. Ja. En dat is een heel erg groot punt, dat wij onze bevoegdheid uit handen hebben gegeven aan een orgaan wat op een gegeven moment zo onder invloed staat van de industrie. Ja, dus eigenlijk is dat helemaal niet meer onafhankelijk. Dat is absoluut. We zijn op de weg terug. Er wordt echt geprobeerd om op een gegeven moment die mensen eruit te werken. Maar we zijn er nog lang niet. Ja. Dat is de farmaceut. En ook in Nederland, het College Beoordeling Geneesmiddelen, is een heel groot probleem.
Het is een hele technische bedrijf is het daar, die geneesmiddelen testen. Mm-hmm. En betaald worden door de farmaceutische industrie. Dat is natuurlijk heel gek. Maar die farmaceutische industrie, als die een gemiddeld getest willen hebben, dan moeten die daarvoor betalen. En het komt er dan uiteindelijk neer dat ergens in de orde van 30 miljoen wordt betaald door de farmaceutische industrie en 2 miljoen door de overheid. En dat heeft tot gevolg dat er een intensief contact bestaat tussen de farmaceutische industrie en het college beoordelingsgeneesmiddelen. Is ook natuurlijk niet gek. Nee. Als jij je geneesmiddelen daar moet testen, dan lever je dat aan. Maar het heeft wel tot gevolg dat ze zoveel interactie hebben. Ja. En interactie leidt ook tot de mogelijkheid van sturen en beïnvloeden. Ja. En jij hebt een aantal jaar geleden ben je eigenlijk gaan inzien dat dit soort mechanismen aanwezig zijn als het gaat om het voorschrijfgedrag en om die belangenverstrengeling. Ja. Wat maakte dat je ogen geopend werden? Wat kwam je tegen? Wat zag je? Nou, ik ben er vooral ingerold, omdat ik mijn hele leven, 42 jaar lang, heb ik nascholing van artsen geregeld. En daar heb je geld voor nodig. En dan kwam de farmaceutische industrie met een pot geld, maar wilde wel een vertaalslag naar hun belangen hebben. Ja. Daar liep ik elke keer tegenaan. Dat maakte dat ik op een gegeven moment gezegd heb, nou, dan wil ik een eigen nascholingscentrum hebben, waar ik baas in eigen buik ben. Mm-hmm. Dus ik heb toen 3 miljoen bij elkaar geharkt en heb een mooi nascholingscentrum gebouwd in Capelle aan de IJssel. En vervolgens ben ik in het college voor beoordeling van geneesmiddelen gekomen. We hebben het college voor accreditering. Ja. En het is dus zo dat de Nederlandse huisarts verplicht moet nascholen. En wat hij nascholt moet wetenschappelijk juist zijn. En ook op andere gebieden verantwoord. En dat wordt dan bekeken door een aantal artsen. En daar was ik er één van. Ja. En dan gingen we onverwacht visiteren. En daar heb ik dus gezien hoezeer dus nascholing, onderwijs misbruikt wordt voor marketingdoeleinden. Ja, ja. Want we hebben het vandaag onder andere ook dan over die pharma marketing en alle verschillende strategieën die gehanteerd worden. Ja. Nou, die nascholing is er één van. Dus ik kan me voorstellen dat de farmaceutische industrie zegt, wij maken dat programma, maar dat zal niet zo overduidelijk gelijk zichtbaar zijn. Hoe zagen jullie dat? Ze maken wel het programma en ze proberen dat te doen voorkomen alsof het neutraal is. Precies. En onze taak was om te kijken van klopt dit wel met wetenschappelijke richtlijnen en zijn hier geen op een gegeven moment marketing in verwerkt. En vervolgens als we dat programma goedkeurden, dan gingen we onverwachts visiteren. Ja. En zo ben ik bijvoorbeeld 3 weken in Oostenrijk en Zwitserland en Italië ben ik dit soort cursussen, wintersportcursussen voor artsen. Ja. Nou, daar heb ik dus overal de accreditering afgenomen omdat het misbruikt werd voor marketingdoeleinden. En dat heeft ertoe geleid dat die wintersportcursussen dus niet meer bestaan. Nee, dat kun je inderdaad nu ook niet meer voorstellen dat dat soort dingen nog zouden gebeuren. Terwijl het eigenlijk heel recentelijk 13 jaar geleden, ja. Ja. En spraken jullie daar ter plekke ook artsen die die nascholing volgden? Ja, en dan zat ik in zo'n zaal en ik had van tevoren natuurlijk het onderwijsprogramma had ik bestudeerd. En ik zat dus af te vinken of het al helemaal zo ging. En dan zag ik op een gegeven moment dat daar gewoon gestuurd werd naar een bepaalde richting, naar een bepaald geneesmiddel. Ja, in het begin ben ik later van teruggekomen. Dan vroeg ik wel aan collega's, heb je nou niet het idee dat je beïnvloed wordt? Precies, dat wilde ik net vragen. Ja, zijn mensen zich daarvan bewust op het moment dat ze daar zitten? Nee, worden ze zo ingepakt en gaat het zo geleidelijk dat men... Het is zo geraffineerd, zit in elkaar. Elk woord is gewogen. Het zijn trucjes, hè. Bijvoorbeeld, je hebt bij zo'n cursus heb je papieren patiënten. Dus dan wordt een papieren patiënt opgevoerd en wat zou je er nou mee doen, hè? Ja. Maar die papieren patiënt gebruikt wel toevallig dat geneesmiddel van hem. Dan kun je niet zeggen van dit is beïnvloeding. Ja, het simpele feit dat hij dat geneesmiddel gebruikt is ook beïnvloeding. Ja. Nou, de reactie van de collega's was dan jij altijd, jij met je gezeur. Ja, je ziet spoken. Je ziet spoken, je ziet... Spijkers op laag water. En dat hadden ze echt niet hoor. Maar dat vond ik ook geen wonder, want het onderwerp was voor mij, past in mijn portefeuille. Dus je had waar de portefeuilleverdeling. Dus over mijn portefeuille, over die onderwerpen wist ik al veel. Ja. Die mensen gaan naar nascholing om iets over het onderwerp te weten te komen. Ja. En als dan het verkeerde verteld wordt, kan je ze niet kwalijk nemen dat ze niet zo snel doorhebben waar ze op een gegeven moment op het verkeerde been worden gezet. Nou ja, ik heb ook een aantal kennisomgeving die vrij jong nog zo rond de 30 huisarts zijn. En als je daarmee praat, dan vraag je natuurlijk ook van, goh, hebben jullie zelf door dat jullie beïnvloed worden? En dan hoor ik stevast van, we zijn ons wel bewust. Hè. De artsenbezoekers worden dan genoemd. En er wordt gezegd van, we zullen nooit geld aannemen, geschenken van grote farmaceutische bedrijven. Maar ik denk dat, in mijn beleving is dat eigenlijk een vrij traditionele manier van kijken naar die marketing. Want als ik naar jouw voorbeelden luister,
luister, dan denk ik, ja, het is heel, heel moeilijk om door te hebben wanneer je beïnvloed wordt. Ja. Welke informatie baseer je als arts? En in het verlengde daarvan, welke informatie baseer je als patiënt? In mijn colleges van marketing die ik dus geef aan artsen, vraag ik dat ook altijd. Hè? Ja. Wat verstaan jullie onder marketing? En dan krijg je inderdaad de artsenbezoekers, de papieren reclame, de advertenties in de bladen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om een hoogleraar die het woord voert bij zo'n nascholing. Ja. En waarvan het onderzoekbudget betaald wordt. Ja. Sinds wij een ondernemende universiteit hebben, worden geacht om op een gegeven moment dat ze extern geld genereren, een derde stroom zelf genereren. En dat ze zelf een beetje hun broek ophouden. Ja. En die hoogleraar die wil onderzoek doen, is het niet linksom en dan is het rechtsom. Ja. Ja. En vervolgens krijgen ze dus geld. En als vertaalslag bewijs is inderdaad lippendienst aan die farmamarketing. Ja. En dat is natuurlijk wel heel, heel aanvechtbaar en ethisch heel onjuist. En je hebt het daarnet met Dirre, je hebt ook al een gesprek gehad met onze collega Dirre. En toen heb je ook heel duidelijk geschetst van, je hebt aan de ene kant de toch vrij onafhankelijke wetenschappers die hier tegen ageren, die van zich laten horen. Ik denk, jij staat aan die kant. En je hebt toch meer de toezichthouders, de overheidsorganisaties en de industrie die allemaal, vooral op winstmaximalisatie uit zijn, om in jouw woorden te spreken. Hoe kan het dat die wereld zo gescheiden is en dat we daarmee wegkomen? Die wereld is niet gescheiden, dat is namelijk het vervelende. Het loopt dwars door elkaar heen. Maar dat zeg maar de waakhondfunctie van die wetenschap dus schijnbaar dus niet zoveel effect heeft dat daar iets in gang wordt gezet in die toezichthouders en in die de overheidsinstanties die gaan over toetreden van geneesmiddelen. Ja. Ja, dat is dus op een gegeven moment twee zaken. De eerste is het bedrijf van wetenschap. Mm-hmm. Het andere is de toepassing van de geneeskunde. Mm-hmm. Bij zo'n cursus zitten de mensen die de geneeskunde toepassen. Ja. En dan kom je op een heel belangrijk punt. Mensen denken altijd dat artsen op een gegeven moment uit ervaring handelen. Mm. Dat is een zeer ervaren arts. Ja. Nou, mijn ervaring die bestaat uit de slecht bijgehouden statistiek van de laatste 10 gevallen. Mm-hmm. Dus mijn handelen als arts, dat wordt eigenlijk dag in dag uit ingegeven door wat anderen voor mij uitgezocht hebben. En als anderen voor mij uitgezocht hebben dat middel A voor middel B, voor ziekte B het beste is, dan schrijf ik dat voor. Ja. En daar moet ik op drijven en daar moet ik wel van op aankunnen ook. Ja. En dat is dus op een gegeven moment, die bron wordt zo eindeloos vervuild door die farmaceutische industrie die daar input in geven. Ja. Waardoor mensen steeds andere verkeerde denkpatronen en verkeerde keuzes maken. Ja. En dat is een enorm probleem. Ja, dat lijkt ook de integriteit van de wetenschap in deze. Hoe onafhankelijk is je onderzoek? Integriteit is een groot woord. Dat is heel belangrijk hoor. Ja. Het gaat zo sluipend. Ja. En dat is dus op een gegeven moment. Even een klein trapje tegen de bal. Die bal van die farmaceutische industrie moet in die hoek dan landen. En daar geven allemaal mensen een trapje naartoe. Ja. En dan vervolgens zeggen artsen, de bal ligt daar. Dus dat is waarschijnlijk wat ik moet doen. Ja, maar wat je ziet is dat we natuurlijk proberen dat te reguleren. Dus we hebben het transparantieregister is in het leven geroepen een aantal jaar geleden. Ja. Nou, daar ben je ook vrij kritisch over. Hè, want dat werkt niet. Het blijkt niet te werken. Je kunt eigenlijk een hoop zaken vallen niet onder uiting van reclame en dergelijke. Ja. Dus de vraag is, we willen het niet allemaal strafrechtelijk aanvliegen. We willen het niet allemaal formaliseren. We willen het eigenlijk aan de markt zelf overlaten. Een kwestie van zelfregulering. Ja. Maar ook de zelfregulering faalt. Ja. Dus als we het dan moeten nadenken over oplossingsrichtingen. Dan is de ethiek, in gesprek gaan met de artsen van de toekomst en de farmaceut van de toekomst. Zie je daar hel in? Is daar de belangrijkste oplossing? Nou, dit vraagt om een realistische benadering. En de enige benadering die bij mij over is gebleven daarvan is, als je geld hebt, kun je alles regelen. Ja. Als je geld hebt, kun je op een gegeven moment communicatiedeskundigen inhuren. En die kunnen op een gegeven moment hele gemeenschappen, hele samenlevingen laten denken wat zij willen laten denken. Maar je moet wel geld hebben. Hoe komt de farmaceutische industrie? Heeft die dat geld? Ja, die heeft dat geld. Die heeft honderden miljarden. Heel veel geld, ja. Wereldwijd omzet 570 miljard. Dat is 3 keer de omzet van Nederland. Dus dat zou gaan over ongeveer een natie van 50 miljoen mensen. Met dat hele vele geld zijn ze altijd weer in staat, zullen ze in staat blijven om op een gegeven moment te beïnvloeden. Mm-hmm. Dat zal niet stoppen en als er om veel geld gaat, komen het slechtst in de mens boven. En er is naar mijn stellige gevoel maar één mogelijkheid en dat is op een gegeven moment het opheffen van patenten. Ja.
patenten moeten opgeheven worden. We hebben die patenten niet nodig voor het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. Want dat is altijd een credo, hè? Dat horen we vaak. Dat maar dat gaf je in het gesprek met Dirk ook al aan. Van, ja. Dat is eigenlijk onzin. Dat is onzin. Ja. Alle werkelijke ontdekkingen zijn gedaan aan de universiteiten. Mm-hmm. En vervolgens opgekocht. Mm-hmm. En zij ontwikkelen het dan. Niets voor niets, als je een jaarverslag bekijkt van een farmaceutische industrie, zie je altijd een kopje R&D staan. Mm-hmm. Research and development. Yeah. Die research is, en als je dan ziet hoeveel geld ze dan uitgeven, dan is dat een schijntje. Yeah. 12 of 13% van hun jaarverslag. En dan weet je dat op een gegeven moment dat gaat het grootste deel naar development toe, wat niets met research te maken heeft. En je weet vervolgens dat research bestaat uit een heleboel zaken die ook weer niets met research te maken hebben. Yeah. Ze gaan bijvoorbeeld een nieuw geneesmiddel overal uitzetten in onderzoeken. Mm-hmm. En dat boek is onder research, maar het zijn in werkelijkheid seeding trials, side trials. Ja, dus de marketingkosten worden ook op die manier opgenomen. We kunnen die patenten afschaffen. Ja. Niemand heeft. Er is geen enkele reden te bedenken waarom we dat niet zouden doen. En zijn er vanuit de beroepsgroep initiatieven geweest? En zijn er zeg maar activistische groeperingen die zeggen van, nou, we moeten van die patenten af? Zolang op een gegeven moment nog. Merendeel ook van de artsen denkt dat we de farmaceutische industrie wat dat betreft nodig hebben, heeft het geen schijn van kans. Ja. Het zal een bewustzijnsproces moeten zijn dat wij de industrie niet nodig hebben voor research. Ja. Ja, nee, want je gaf net ook een heel belangrijk punt aan. Op het moment dat ook de mensen die het voor het zeggen hebben, ook in de toezicht en in de supervisors, op het moment dat daar mensen zelf nog belangen hebben in die industrie, is ook geen enkel. Dan denkt men puur vanuit eigen belang. Ja. En dat is natuurlijk wel zorgelijk, want dat zijn toch doelbewuste keuzes om in die dubbelrol te staan. En schaf het nationale belang niet af. Nee. Als je zoiets zou willen doen, dan zou je dus het octrooirecht wereldwijd moeten aanpakken. Ja. Daarvoor heb je natuurlijk de politieke medewerking nodig. En dan krijg je de nationale belangen in de farmaceutische industrie. Ja. Frankrijk heeft hele grote belangen. Amerika heeft grote belangen. Engeland. Dan praat je over 3 spelers. Ja. Daar zal nog heel veel water door de Rijn stromen. Ja. Maar aan de andere kant, Nederland moet zich realiseren dat wij 10 miljard aan medicijnen naar het buitenland sluizen. Ja. Wij betalen in Nederland 10 miljard voor onze medicijnen. Ja. Die gaan linea recta naar de buitenlandse moedermaatschappijen. Ja. En daar krijgen wij nauwelijks werkgelegenheid of iets voor terug. Nee, klopt. En het Centraal Planbureau heeft in 2001 een nog altijd actuele rapport over eruit gebracht. En die zeiden ook op een gegeven moment dat de conclusie daarvan was dat het een heel erg negatief effect. Dus de farmamarketing heeft een heel negatief effect op onze welvaart. Ja, ja, maar wat ik dan zo interessant vind, en ik zit wat meer vanuit die kant van corruptiebestrijding en handel en invloed, dat je ziet dat alle initiatieven zijn om eigenlijk dit soort vormen van corruptie, want je gaf eerder in het gesprek met Dirk ook al aan dat het ook wel sprake is van omkoping op deze manier. Een arts wordt echt zo dusdanig beïnvloed en gaat daardoor ander gedrag vertonen. Eigenlijk de onafhankelijkheid is daarmee mee in het geding. Maar dat je ziet dat we dat op heel algemene termen willen reguleren. Hè, de Tweede Kamer moet nu aangeven of ze met lobbyisten praten, lobbyisten die aanwezig zijn in het Tweede Kamergebouw en invloed hebben op keuzes zoals het gaat om medicijnen. En dat moet geregistreerd worden, maar dat is een soort schijnzekerheid die we daarmee realiseren. Je gaat het niet redden met toezicht. Nee. Hoewel ik van een heel andere politieke partij ben, heb ik ook regelmatig met de Socialistische Partij contact. Ja. En als er één partij is die goed inzicht heeft en op een gegeven moment wat er zo speelt, dan is dat de Socialistische Partij. Mm-hmm. Maar als het gaat om oplossingen, dan is het altijd op een gegeven moment, er moet meer toezicht komen. Ja. Er moet weer een regelreflex, toezichtreflex. Ja, de toezichtreflex. En terwijl op een gegeven moment de werkelijkheid is, dat wat ik daarvan gezien heb, is dan gaat de IGZ, Inspectie Gezondheidszorg, gaat toezicht houden. En vervolgens, bij alle stappen die ze doen, krijgen ze een proces aan hun broek. Ja. En in no time ligt die hele afdeling ligt lam, mm-hmm. want zijn ze bezig met hun processen. Ja. En de farmaceutische industrie kan gewoon zeggen, nou, ik neem 10 miljoen en dan leggen we die afdeling plat met processen. Dus je regelt het niet met toezicht, zolang de tegenstander zo verschrikkelijk veel geld heeft. Ja, zoveel geld heeft, zoveel invloed en dat allemaal in kan komen, alle kennis. En advocaten en communicatiedeskundigen kan inhuren. Die macht moet gebroken worden. Mm-hmm. En moet gebroken worden door te zorgen dat ze minder geld krijgen. Ja. Maar ik denk dat dat ook het basiswantrouwen is wat bij toch de meeste leeft. Dat je het gevoel hebt van, god, er wordt op dat niveau van alles bekonkeld en besloten. Wat effect heeft op ons. Maar we kunnen bijna niet boven tafel krijgen van hoe dat nou werkt. En wat is onze invloed als patiënt? Ja. Dat is ook zo. Die is en elke keer als je een kop afhakt, komen er 10 boven. Ja,
Ja. Dat is dus een. Het is het systeem eigenlijk wat we met elkaar gecreëerd hebben. Maar hoe zorg je er nou voor dat nou, je besloten netwerk noem je het geloof ik, of besloten circuit, dat opengebroken wordt. En dat mensen ook eigenlijk aangeven, ja, ik ben met mijn deelbelang bezig, maar hiermee schaad ik het algemeen belang. Ja, en dan kom ik toch weer terug op het punt dat het allemaal door elkaar heen loopt. Ja. Dat het beeld van allemaal een trapje tegen de bal, dat is dus in deze. Op alle mogelijke manieren positioneren ze hun product. Maar staat er een nieuwe generatie op die daar anders tegenaan kijkt? Heb je daar? Er is in 13 jaar ongelooflijk veel veranderd. Toen ik besloot in 2002 om op een gegeven moment mij hierin te storten. Ja. Ik kon vroeger als bestuurder, geen halt en front tegen de industrie maken. Nee. Heb je toen wel uitgelaten ook in die jaren? Of was je... Ja, wel intern. Ja, okay. Maar ja, ik zat bijvoorbeeld in de besturen van de fondsen van de Rotterdamse universiteiten. Daar kon ik niet tegen een hoogleraar gaan trappen. Nee. Dat ben ik pas in 2002 begonnen. En toen kon ik niet wijzen naar de farmaceutische industrie. En dan kreeg je iedereen over je heen. Dat waren toch ook wel aardige mensen, die farmaceutische industrie. En ze hadden toch van die leuke avondjes. En ze waren toch altijd zo vriendelijk. Ja. En dat is in 13 jaar totaal veranderd. Mm-hmm. Ze hebben nu de reputatie van tweedehands straatautohandelaren. Ja. Ja, maar is het ook niet zo, want je geeft zelf aan, een aantal jaar geleden signaleerde ik het, maar kon ik er nog niet zoveel mee. Nu treed ik daar ook over naar buiten. Oh ja, het is een... Maar is het toch niet zo, want vanuit de kennis die ik dan heb van corruptie, dat mensen als ze wat langer meelopen, vaak op het moment dat mensen gepensioneerd zijn, durft men eigenlijk te zeggen wat de misstanden zijn binnen de eigen beroepsgroep of binnen de sector. Jawel, dat speelt ze inderdaad. Inderdaad zijn er vaak hoogleraren die later inderdaad kleur bekennen. Ja. Daar ben ik je mee eens. Maar het allerbelangrijkste is toch op een gegeven moment dat je moet er echt van uitgaan dat artsen, dat is een hele gemotiveerde beroepsgroep. Ja. Medicijnen, veel idealisme. Medicijnen was mijn zevende studierichting. Elk half jaar veranderde ik. En toen ik na eerst dan 5 jaar luchtmachtofficier geweest zijn, op 25-jarige leeftijd met die studie begon. En ik kwam die collegezaal binnen. Toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn vrouw, wat zijn dat een aardige mensen. En dat meen ik nog steeds zo. Artsen dat zijn een hele positieve selectie uit onze samenleving. En die worden echt misleid. Maar ze hebben het niet door. En dat vind ik het interessante. Je hebt natuurlijk een aantal hele klaarblijkelijke vormen van beïnvloeding. Als je aan geschenken denkt, ik denk dat iedereen dat herkent. Maar op het moment dat jij je baseert op objectieve informatie die zegt dat dit de goede werking is van een medicijn en dat dit het beste medicijn is. Ja, wie ben jij om daaraan te twijfelen? Hè? Dus wat kun je van een arts verwachten op het moment dat een arts keihard werkt, elke dag die patiënten ziet? Nou, ik verwacht op een gegeven moment van hem, en dat gebeurt ook, dat de ogen nu open aan te gaan zijn. Mm-hmm. Er zijn ontzettend veel maatregelen getroffen. Hè. Een transparantieregister, een codecommissie geneesmiddelen met de reclame is ontstaan. Dus het bewustzijn is heel veel groter geworden. Maar tegelijkertijd geef je ook aan dat maar een heleboel dingen zien ze niet. Nee. En als je op een gegeven moment... Nou, het leuke is natuurlijk wel dat een stichting Cool die organiseert voor artsen nascholingscursussen. En die heeft op een gegeven moment besloten vorig jaar, ik moest maar eens het land door met mijn 3 uur college farmamarketing. Grote advertenties in de medische tijdschriften. Men kon intekenen op die cursus. Geen hond. Er kwam echt... Die cursussen zijn gewoon helemaal het water ingevallen. Er kwam geen hond naar mijn cursussen. En, hoe verklaar je dat? Ze hebben de marktonderzoek gedaan. Ze hebben dus op een gegeven moment onderzocht waarom dat zo was. Mm-hmm. Nou, en dan kregen ze dus inderdaad, er is inderdaad veel misleiding. En dat is ook inderdaad. Maar ja, ik heb ze wel door. Ik zie het wel. Ja. Ja, mijn collega's worden wel misleid, maar ik niet. Ja. En de mensen die ik dus wel krijg op de cursus, want uiteindelijk... Zijn juist de mensen die waarschijnlijk heel... Die aanvankelijk ook niet. Ik was in januari, een paar maanden geleden in Schladming in Oostenrijk. En daar was zo'n groep die op eigen kosten elk jaar daar gaat nascholen. Ja. En die waren enthousiast, aanvankelijk ook niet zo enthousiast. Maar uiteindelijk was mijn evaluatie wel 9 à 10. Mm-hmm. Echt gewoon, ik zei, dit is niet te geloven dat dit speelt. Mm-hmm. Allemaal ervaren artsen, maar die dan toch niet doorhebben hoe het werkt. Hoe de vork echt in de steel zit en hoe ze misleid worden. Ja. Want die marketingtechnieken zijn heel geraffineerd. Ja, en dat is niet alleen natuurlijk in deze sector. Dat we zullen overal de komende week ook gesprekken met mensen vanuit de voedingsmiddelenindustrie. Ja. Als het gaat om advisering, wat schrijf je voor? Dan gaat het heel vergaande invloed daarop. Dus dat is de vraag. Het is eigenlijk een soort van collectieve verantwoordelijkheid die we dan... Maar dan kom ik weer terug op dat patent. Want dan zeggen we, maar die marketingtechnieken zijn zo psychologisch. Meesterlijk zitten die in elkaar. Ja. Dat we zullen dit houden zolang ze het geld en de mogelijkheid hebben. Ja. En
neem hun dat geld en die mogelijkheden af en je zult zien dat het opdroogt. Ja, maar dat is ook het gekke van die patenten, hè? Dat daar nog een soort van protectionistisch idee achter zit. Terwijl eigenlijk het geld voor het wetenschappelijk onderzoek, het maken van de medicijnen, ja, het testen, dat voor een groot deel ook gefinancierd is met publiek geld. Ja, maar het is heel boeiend als je gaat verdiepen in de historie van patenten. Die zijn er niet altijd geweest. Nee. We hadden 100 jaar geleden hadden we nog geheime medicijnen. Ja, ja. Dus dan wist je niet, de fabrikant hield geheim wat erin, ja, zat. En dat is opengebroken en dat heeft er dan toegeleid dat ze dan wel bescherming vereist. En daardoor is het verzeild geraakt in het octrooirecht. Ja. Dus ja, het kon erin, maar het kan er ook uit. Ja, maar octrooi aan zich natuurlijk ook weer geld. Ja. En dan hoef je helemaal niet te beginnen met alle octrooien weg te doen. We geven nu octrooien als er een andere toedieningsvorm is. Mm-hmm. Een verstuivertje en dan heb je een ander verstuivertje, krijg je een octrooi weer. Ja. Betaal je weer 15 jaar de hoofdprijs. Ja, betaal je, de BV Nederland betaalt dan. Maar dat is denk ik ook wel het lastige, dat de gemiddelde patiënt of Nederlander, kijk het ook naar mezelf, ook niet het idee van wat dit allemaal kost, hè, op macroniveau. Ja. Je bent vooral natuurlijk met je eigen gezondheid bezig. Ja. En als een arts het zegt, prima, dan gebruik ik dat verstuivertje. Je zou toch dat octrooirecht heel erg kunnen beperken. We hebben nu hetzelfde geneesmiddel in 7, 8 varianten, die mm-hmm. allemaal precies hetzelfde zijn. En voor alle 8 betalen we de hoofdprijs. Mm-hmm. Nou, je zou kunnen zeggen, als een geneesmiddel alleen maar een heel klein beetje veranderd is om ook een stukje van de markt te krijgen, dan gaan we geen nieuw octrooi geven. Nou. Dat zou een heel effectieve maatregel zijn. Dus nogmaals, dat hele octrooirecht overboord gooien, dat is one bridge too far. Mm-hmm. Maar kritisch naar kijken wanneer het nog gepast is. Ja, wanneer het gepast is. En dus gewoon oude wijnen, nieuwe zakken. Of wat ze ook patenteren is een bestaand geneesmiddel loopt uit patent. Een ander loopt uit patent. Ze doen het samen in één pil en dan geven ze weer nieuw. Dus het is gewoon een blend van oude wijnen in nieuwe zakken. Ja, maar zo zie je dus eigenlijk dat het vraagstuk van de hele pharma-marketing of de handelinvloed die we nu bespreken, dat daar tal van perverse prikkels eigenlijk zijn die dit in stand houden. Hè? Ja. Dus dat je ook op meerdere plekken daar moet ingrijpen, wil je tot mogelijk een verbetering. Vind je het gek als er honderden miljoenen te verdienen zijn? Nee, dat is het. Het gaat, dan haal je echt de onderste. En als we kijken naar de patiënt, wat kan die doen? Nou, die is vrij machteloos. Ja, ik heb een hele hoge pet op van patiëntenverenigingen als die werkelijk goed functioneren. Ja. Maar helaas zijn patiëntenverenigingen bij uitstek een marketing instrument. Ja, want dat begreep ik. Ik vond het ook een heel schrijnend voorbeeld eigenlijk wat ik las, waarin je refereert naar de Katholieke Ouderenbond. Ja. En ik geloof 200.000 leden. 200.000 leden. Dat er dan in hun tijdschrift voorgeschreven wordt van wil je de griepprik? Nee, dom. Ja. En dan 10 redenen waarom je hem wel zou moeten nemen. Ja, dus elke keer. Wie is niet ontvankelijk voor dat zo'n type informatie, hè? Nee, die durft aan te twijfelen. Die leest dat gewoon. En die ouderen, dat zijn 200.000 ouderen, die slaan zo'n blad open. En dan wordt er elke 1 oktober, september, komt er altijd een artikel, opgewonden artikel over dat ze vooral moeten vaccineren tegen griep. Ja. En dan ga je in je jaarverslag kijken en dan zie je dat ze €150.000 krijgen. Ja. En dat is heel erg jammer, maar gelukkig, ook daar zie ik momenteel een kentering in. Ik ben nog niet zo lang geleden ben ik naar de voorzitter en de directie van de DVN geweest, de Diabetesvereniging Nederland. En ik denk dat heel positief gewerkt heeft. Mm. Dat je gewoon vertelt wat er speelt. Toch die bewustwording. Mensen de ogen openen dat het zo werkt. Ja, het is heel belangrijk. Bijvoorbeeld zo'n patiëntenvereniging. Het begint vaak als een idealistische club. Mm-hmm. En dan groeit het een klein beetje en dan hebben ze geld om een directeur aan te stellen. Wat is de allereerste opdracht wat die directeur krijgt? Dat is ga een fondsenwerving doen. Mm-hmm. Dus want dat vinden die bestuursleden natuurlijk om met de hand op te houden. Ja. Die directeur gaat vervolgens naar de farmaceutische industrie. Die wordt er in de watten gelegd. Oh, je moet dus met ons meegaan naar het congres. En dan begint het framen eigenlijk al, hè? Dan zo heel langzaam. Dan vervolgens melden zich ongelooflijk aardige specialisten aan. En die zeggen op een gegeven moment, ik wil best voor uw leden een praatje houden, hoor. En het is heel goed wat jullie doen. Maar dat zijn mensen die ook op de P-lijst van de industrie staan. Ja. Ja. Rondom die Diabetesvereniging Nederland zwierven een aantal specialisten die te slecht waren voor woorden. Ja. Die echt gewoon, maar die daar wel het vertrouwen genoten. Ja.
En als je dan die mensen aanvalt, dan krijg je op een gegeven moment het diep wantrouwen van die aardige man. Nou, dat laten we niet over onze kant gaan, dat je hem... Zo'n reactie krijg je. Ja. Dus om te beginnen hebben dus mensen met belangenverstrengeling zijn gepenetreerd in die patiëntenvereniging. Is dat wel voldoende transparant? Wie welke belangen heeft? Hè? Kunnen we dat makkelijk inzien? Nee, dat weten die patiëntenverenigingen. Hebben geen notie wat voor nevenactiviteit. Die zien daar een hele aardige specialist. Mm-hmm. Een professor zelfs. En die professor gaat in zijn vrije tijd gaat hij op een gegeven moment een nobele man praten. En die praat ze wel de richting uit. En de diabetesvereniging die hadden een directeur die kwam van de farmaceutische industrie. Die hield daar proeftuinen met nieuwe geneesmiddelen. Dat is absoluut niet. Patiëntenvereniging is een heel groot probleem. Maar ook daar breekt het in zich door. Mm-hmm. En hebben we een heleboel bereikt en zijn we op de goede weg. Maar we zijn Want uiteindelijk ben je wel hoopvol. Ziet toch een positieve ontwikkeling over. Ik ben hoopvol in Nederland. Ik ben hoopvol in Nederland, maar daarbuiten. Ik heb in Australië, mijn zoon was huisarts in Australië en daar heb ik ook nascholing bij gewoond. En ik heb in Sicilië, ik spreek vrij goed Italiaans en ik heb dus daar nascholing ook bij gewoond. Nou, dat is absoluut volledig, wordt daar bepaald de inhoud van de nascholing. En... Ik altijd het idee heb dat Nederland bij uitstek een lobbyland is. Nee, er zijn... Ik heb voor de Wereldconferentie van Huisartsen in Vancouver heb ik een verhaal gehouden samen met de directeur van de Ierse nascholing. Wie in Europa van de 24 landen de nascholing betaalt en bepaalt en de inhoud bepaalt. Echt een vergelijking. Dan zijn wij in Nederland fantastisch. Doen we het goed. Okay. Ierland is goed. Denemarken is goed. Mm-hmm. Engeland ook redelijk. En houdt het een beetje op. Mm. In bijna alle andere landen worden de veel vergaande invloed. Voor de artsen. Universitair opgeleide artsen worden door belanghebbende mensen nageschoold. En dan door reclamebureaus. Dus echt waar, al die advertenties, dan schrijf je in bij een reclamebureau. Ja. Universitair opgeleide artsen die ze door een reclamebureau laten nascholen. Dat onbegrijpelijk. Maar het is de praktijk van elke dag. Ja, dus eigenlijk, geef je dat betreft aan, is het allemaal verweven? En moeten we nadenken over octrooien en patenten? We moeten nadenken misschien toch ook wel internationaal in oplossing. Want een hoop octrooien zijn ook internationaal. En artsen moeten wel veel minder naïef worden. Ja. Maar het zijn ontzettend aardige mensen, artsen. Ja. En die kunnen dat gewoon niet bedenken. Dat iemand zo slecht zou zijn dat ze op het verkeerde been gezet worden. Ja, nee, die naïviteit. Maar dat vind ik ook een hele belangrijke als het gaat om de regulering en de opdracht vanuit de wetgever. Dat ik zeg van het is van twee kanten. Het is niet alleen de lobbyist of degene die invloed uitoefent. In dit geval de producent met het reclamebureau. Het zijn ook de beleidsmakers. Het zijn de practitioners die zelf alert moeten zijn daarop. Ja. En dat je deel uitmaakt van dat grotere geheel. En dat is op een gegeven moment, ook bij de overheid, is er nu echt een kentering gaande. He, dus de brief van januari van minister Schipper, waar ze echt op een gegeven moment de farmaceutische industrie de wacht aan zet. Ja. Nou, daar hebben we heel lang op zitten wachten. En als je we kijken nu naar de farmaceutische industrie, maar als je wat breder kijkt naar zorg, de integriteit in de zorg en de beroepsopvattingen in de zorg, dan is er ook heel veel te doen over ziekenhuizen, de raad van bestuur, toezicht. Ja. Kun je daar nog iets over zeggen, over wat voor mechanismen je daar ziet? Dat is niet mijn specialiteit. Nee. Maar laten we zeggen, wat ik er wel mee is, dat er dus erg veel dilettantisme was in de besturen. Hè? Ja. Ontkent ons. Ja, meerdere petten op. Ja. Ik heb zelf dus in besturen gezeten van de revalidatieinrichting. En daar hadden we op een gegeven moment altijd de medische directeur. Toen heb ik eens een keer gezegd, dat is toch onzin, een medische directeur. Mm-hmm. Hij moet het bedrijf kunnen leiden. Dus toen jij al die petten op had, heb je ook wel eens gevoeld, ik denk dat bijt elkaar? Heb je dat wel eens bij jezelf geconstateerd? Dat je zegt, deze combinaties zijn misschien niet wenselijk. Mijn combinaties die ik had? Die je zelf op dat moment had? Nee, ik heb geen strijdige combinaties gehad. Nee. Maar wat wel belangrijk is op een gegeven moment dat we doen waar we voor geleerd hebben. Mm-hmm. En dat is niet dat we door artsen een ziekenhuis laten besturen. Nee. Maar ze moeten wel als hoofdmedische dienst. Mm-hmm. Ik heb dus heel concreet bij de revalidatie richting Adriaan Stichting in Rotterdam. Daar moesten we een medisch directeur hebben. Mm-hmm. En toen heb ik een pleuro gehouden. Laat me in godsnaam geen arts aanstellen. Hè? Ja, maar hoe kan het dan met de medische verantwoordelijkheid? Ik zei, de hoofdmedische dienst heeft de medische verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En het is ook een kwestie van deskundigheid. Ja. Hè? Je moet doen waar je goed in bent. Ja, en ook denk ik een kwestie van spreekt men elkaar ook aan op het moment dat er mogelijke risico's zijn of dilemma's. Durft men op dat niveau binnen de raden van bestuur en de raden van toezicht elkaar ook
aan te spreken op mogelijke belangenverstrengeling, op verwevenheid of vooringenomenheid. Ja, dat is iets van wat eigenlijk pas de laatste 5 jaar goed tot ontwikkeling komt. Ook daar is een hele positieve beweging. Ja. Wij praten er nu over, maar we moeten niet denken dat er niets gebeurt. Er gebeurt natuurlijk heel veel. Mm-hmm. Omdat natuurlijk het gaat om zulke grote bedragen. Ja. Maar het trieste is wel dat, laten we zeggen, waarom kan er nu plotseling over geneesmiddelen gepraat worden? Omdat we die kankermedicijnen niet meer kunnen betalen. Ja. Het niet meer kunnen betalen, het geldtekort, is uiteindelijk de mogelijkheid om het bespreekbaar te maken. Ja. Want als je het in geld uitdrukt, hè, want ik geloof dat jij ook zegt 1 miljard, alleen al voor Nederland 1 miljard extra geld uitgeven door dit soort marketing, die eigenlijk ten goede zou kunnen komen aan, aan medicatie. De gezondheidszorg betaalt uiteindelijk niet meer marketing. Ja, en op het moment, dat je zulke cijfers uitdrukt, dan pas is duidelijk wat de schade is. Hè? Ja. Want dat weet ik ook vanuit eigen onderzoek. Het blijft altijd zo abstract en het lijkt een ver van je bedshow. Op het moment dat je zelf in een gelukkige hoedanigheid bent, dat je niet patiënt bent of niet een ouder of kind hebt die hulpbehoevend is en dat soort dure medicatie zou moeten hebben. Maar op het moment dat je het dan aangeeft, gaat hier om 1 miljard. En dit is de schadepost. Ja. En dit hoesten we met z'n allen op. Ja. En dat had een heel andere bestemming kunnen krijgen. Dan pas denk ik dat er in mensen... Als we in 10 jaar tijd aan 2 cholesterolverlagers 2 miljard hebben uitgegeven. Ja. 2 miljard. En dat is gewoon door de wc getrokken. Ja. Dat is gewoon 2 miljard lost. Ja. En pas op het moment dat we het niet meer kunnen betalen, is daar nu aandacht voor. Ja. En we moeten veel en veel agressiever zijn tegen de farmaceutische industrie. Ja. Wat zijn de stappen die je nog gaat zetten naast alle uitingen in de media en in het doseren van beroepsethiek? Ik heb dit jaar inderdaad uitdrukkelijk uitgeroepen tot het jaar van pleiten voor patenten afschaffen. En je moet dus. Waar ik ook met name de laatste 2 jaar mee bezig ben, is om dus artsen die dus heel bewust bezig zijn met artsen te misleiden, andere collega's op het verkeerde been te zetten, om die met naam en toename... Naming en shaming. Ja, naming, blaming en shaming. Ja. Ik heb het vorige week, ik stuur elke week aan 2500 mensen een signalement over farmamarketing. Ja. En daar heb ik gewoon weer een aantal collega's met naam en toename genomen, met foto erbij. Precies wat ze gezegd hebben, waarom dat onjuist is. En op die manier beroof je de farmaceutische industrie, de marketing, van hun spreekbuizen. Ja. En dat is op zich een hele effectieve therapie, heb ik gemerkt. Ja. Want een aantal mensen die houden inderdaad hun mond al. Dat is eigenlijk ook in het verlengde van transparantie. Van maak het maar zichtbaar en benoem het. En dan, gewoon wie het doet. Hè? En probeer dan alleen wel dat je niet de jurist, dat je niet een proces in je broek krijgt. Ja, maar dat is een smaadlaster. Ik kan me voorstellen Ik ben erg blij dat ik inmiddels daarin gepokt en gemazeld ben. U weet dat ik ook vervolgd ben door minister Schippers voor de griepvaccinatie en door meneer Coutinho. Die hebben dat verloren. Maar ik ben heel voorzichtig. Sterker nog, ik begreep zelfs dat er recent ook nog wat artsen en mensen in, benoemd heeft die dit soort schadelijke het voorschrijfgedrag laten zien, waarbij ze uiteindelijk boetes hebben gekregen. Hè? Ik geloof een arts. Mark Sharp en Dome, een farmaceutische industrie, heeft een boete van 118.000 euro gekregen, omdat ze een internist te veel geld betaald hadden. Ja. En dat ging echt om cash. Gewoon cash. En die gaat er gewoon mee door. Dus nu is hij op een gegeven moment opnieuw. Ja. De publiciteit heeft hij over zich heen gekregen. Ja. Het zijn geldbeluste mensen. Ja. En die moeten gewoon, denk ik, gewoon. En heel veel collega's hebben daar erg veel moeite mee, hoor. Die spreken mij daarop aan. Van, hoe kan je nou een collega afvallen? Ja. Nee, dat is denk ik ook wel typisch Nederlands. Dat we dat heel lastig vinden. We zien dat toch gauw als klokken luiden en de vuile was buiten hangen. Maar daar zijn we toch. Nou, ik denk dat we in Nederland heel ver zijn. Als we dat vergelijken met hoe dat bijvoorbeeld in België gaat. In België heb je ook een aantal van die mensen die... En daar sprak dan de Belgische Artsenfederatie over dat ze het nest bevuilden. Ja. Terwijl in Nederland de KNMG over mij altijd heeft gesproken in termen dat ik het nest schoonmaakte. Ja, dus we hebben de waakhonden. En eentje daarvan zit hier. Die heb je ook nodig. En nog even als laatste vraag, wat ik benieuwd. Heb jij ook internationale partners, artsen, wetenschappers met wie je optrekt? Om ook te zien wat gebeurt er nou elders? Ik heb wel wat contacten, maar dat mag ik niet van naam hebben. Nee. Meestal is het via Nederlandse instanties en gremia. Ja. Die dan weer met buitenlandse zustersorganisaties contact hebben. Bijvoorbeeld het Duitse blad Artsenijmiddel. Mm-hmm. En het Franse Prescrire, het voorschrijven. Dat zijn bladen die veel contact hebben met geneesmiddelenbulletin. Zo kom je dan wel in contact. Ja. Maar
Het is gewoon heel belangrijk. Dat ja, we... nee, maar ook omdat je zegt, het is zo complex om die mechanismen te begrijpen hoe die marketing werkt. En heb je net door hoe het ene werkt, dan ja. ben je waarschijnlijk al ingehaald door de nieuwe marketingstrategieën. Ja. Als je, ik, in die colleges behandel ik ook altijd de werkvormen van marketing. Ja. En je hebt zo'n lijst van 200 werkvormen. Ja. Waarmee marketing. En dan vervolgens heb je de doelgroepen. Ja. Dan heb je 50 of 60 doelgroepen. Ja. En die worden zo op elkaar toegepast. Ja. En daar zijn duizenden mensen dag en nacht mee aan het werk voor de farmaceutische industrie. Ja. 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 En ja, dat is dus inderdaad gewoon. Ja. Omdat het geld regeert. En eigenlijk kun je ook zeggen, die verantwoordelijkheid van die reclamebureaus of public affairs bureaus. Ja. Daar zit ook een heel groot. Ja, en die vervuilende machine. Ja. Die kun je alleen als er geen geld meer voor die machine is. Ja. Dus we moeten echt naar afschaffen. Ja. Nou, en in stappen. Helder verhaal. Ik denk transparantie, het afschaffen van de patenten, meer transparantie. Maar dan ook goede transparantie. Dus niet een soort afgeleide van zoals we dat nu bij het transparantieregister zien. Misschien toch het elkaar meer aanspreken. Ja. Nou, hartelijk dank voor het gesprek. Ja, we zijn een stuk wijzer en hou vol. Ik ben benieuwd of de missie uitkomt. Dank je wel.